Dagteksten, zaterdag 7 augustus 2021, 1 Kronieken 29 vers 5. Wie verklaart zich nu bereid om heden de Heere zijn gaven te schenken? Wie verklaart zich nu bereid om heden de Heere zijn gaven te schenken? Het leerwoord is gehaald uit 2 Korintiërs 9 vers 7. Een ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen. Een ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen. Hemelse Vader, dank u voor uw overvloedige gaven aan iedereen. We beginnen bij het leven dat u ons schenkt, o Vader. De kwaliteit van het leven, de liefde die u ons schenkt, de genadegaven, o Vader. Dank u daarvoor. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor dit weekend. Dank u dat wij zuivere lucht nog kunnen inademen, o Vader. In vele delen van de wereld is dat niet meer mogelijk. Mogen we inderdaad zeggen, neem ons leven, Heer. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer en uw eer alleen. Ja, Heer, we moeten u loven en prijzen en danken voor alle gaven die wij van u ontvangen en ontvangen hebben. Help ons om onze rijkdom steeds meer te kunnen zien, o Vader, en te waarderen. Vooral die geestelijke rijkdom, die wijsheid, alles wat wij hebben in ons. Die positiviteit, het enthousiasme, dat we dat ook kunnen delen met anderen. Maar ook gaven van financiën voor mensen die het niet hebben. Om uw kerk te laten voortgaan, zodat uw gemeente kan opgebouwd worden. Ja, Heer, ook dat is nodig. Vader, we kunnen niet leven van brood alleen, maar we kunnen ook leven van elk woord dat uit uw mond komt. Dank u, Vader. Help ons om zo terug te geven. We geven aan u als wij in uw dienst staan in de wereld en als wij delen met anderen. Onze mate van delen, van teruggeven, zal ons vreugde brengen. En u ook, o Vader. Er zal vreugde zijn in de hemel. En wij vragen u om ons op het hart te leggen wat wij moeten geven. Vader, het is niet alleen dat wij kunnen zeggen, ja, wij geven gaven, wij geven geld, maar meer kan ik niet doen. Sta ons bij, Vader. Raak onze harten aan om te zien waar onze krachten nodig zijn, waar onze liefde nodig is. Waar onze genade nodig is. Waar wij in uw dienst moeten staan voor eenzamen, voor hulpbehoevenden. Projecten in de gemeente, in de gemeenschap. Omkijken naar elkaar, omzien naar anderen. Ja, Heer, het is zoveel, maar soms komen we er niet op. Laten we ook anderen bemoedigen om vrolijk te zijn. Laten we opgewektheid brengen. Het licht van u verspreiden. Overal waar we komen met zachtmoedigheid, omdat u ons aanraakt, omdat u ons nederig wil hebben, dat we anderen steeds uitmuntender achten dan onszelf. Dan hebben wij u gediend, o Vader. Dank u voor alle goede gaven. Dank u dat wij mogen bidden voor een ieder die op dit moment smacht en hunkert naar een lief woord, naar een gebed. Om te weten dat u de Heer der Heren en de Koning der Koningen bent. Dat wij mogen vertrouwen dat wij dit weekend en de dagen die voor ons liggen, zonder hoofdbrekens kunnen zeggen, wij leggen ons leven
in handen van de Heer. Want daar is het veilig. Al onze plannen, al onze tijd geven we aan u. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Take